Hoi, in deze video ga ik uitleggen hoe je de correlatiecoëfficiënt uitrekent met behulp van je grafische rekenmachine. Nou, dat kan niet zomaar, daarvoor moet je eerst de speciale superpowers aanzetten. En dat doe je door naar de catalogus te gaan. En dan bij de D zit het knopje Diagnostics on. Dus door hier op D te drukken, die groene D, spring je meteen naar alle functies met D. En dan iets naar onder vind je de optie Diagnostic on. En druk je op enter en dan nog een keer op enter. En dan kan je vanaf nu correlatiecoëfficiënten uitrekenen. En er is dus ook geen reden om dit ooit nog uit te zetten. Nou, hoe gaat het in zijn werk? De eerste stap is dat je naar het knopje stat gaat van statistiek. En daar kun je je lijst invoeren met behulp van edit, de eerste optie. Dus ik druk op enter. En ik heb alvast twee lijsten klaargezet. Dit zijn voor mijn ene variabele alle waarden. En dit zijn de bijbehorende waarden voor mijn andere variabele. Ik heb dus nu maar een n is 3, niet zo heel groot. Maar goed, dat is stap 1. Dan de volgende stap is dat ik weer naar stat ga en naar calc. Dus één stap naar rechts, calc. En dan is het linreg van lineaire regressie. Omdat correlatiecoëfficiënt alles te maken heeft met de beste lijn die door die drie punten heen gaat. Als ik dan op enter druk, dan vraagt hij de twee lijsten die hij als input gebruikt. Dus L1 en L2 is dat normaal gesproken. Je hebt geen frequentielijst nu. En wat stoorregeg is, dat leg ik zo uit. We gaan eerst maar eens uitrekenen. Enter. En daar is die. De onderste, die R, dat is je correlatiecoëfficiënt. Oftewel, deze punten liggen bijna op één lijn. En als je alleen maar wilde weten hoe bereken je R, dan ben je dus nu klaar. In de rest van de video ga ik even laten zien hoe je punten ook grafisch weergeeft. En ook die lijn grafisch weergeeft. Nou, om te beginnen, hoe kan ik die punten laten zien? Dan ga ik hier naar stadplot. Dat zit boven I is. Stadplot, plotje 1 is goed, dus ik druk op enter en dan zet ik hem op on. En daarmee laat ik vervolgens de lijst punten zien. Dus als ik nou naar graph ga, dan zie ik die drie punten hier staan. Vervolgens zou ik graag die best passende lijn er doorheen gaat laten zien. En dat doe ik door opnieuw naar stad te gaan. En eigenlijk hetzelfde doen als net. Ik ga naar die lineaire regressie, linreg, optie 4, enter. Alles hetzelfde. En dan ga ik nog toevoegen dat ik mijn lineaire regressielijn vergelijking, daarvoor staat die egg van equation, dat ik die graag in functie i1 wil zetten. Vervolgens druk ik op vars, variabele, om i1 te gaan selecteren. Onder i-vars staat een function en daar kan ik i1 selecteren. Als ik nu opnieuw calculate druk, dan zul je op zich niet veel verandering zien. Dit is hetzelfde plaatje als net, maar als ik naar i-is ga, dan zie je dat er hier ineens een vergelijking voor een lijn staat. En dat is die vergelijking voor de best passende lijn bij die drie punten. En als ik nu naar graph ga, dan zie ik vervolgens daar die lijn doorheen lopen. Het kan natuurlijk zijn dat je wel je venster moet aanpassen, zodat zowel die punten als die lijn er netjes in vallen. Anders zie je niks. Nou, dat was even in een notendop correlatie met behulp van je grafische rekenmachine. Ik hoop dat je er wat aan hebt.